Voorjaarskriebels? Denk aan Houthandel het Anker. Voor alle tuinideeën met hout. Hout, hout, hout. Houthandel het Anker. Op industrieterrein De Hoge Kamp in Ulft. En via onze webshop hetanker.tv. Ja, je moet gewoon scherp zijn. Dat is het belangrijkste. En dat moet je 90 plus minuten blijven. Want ze zijn zelf ook super scherp. Ja. Waar ontbrak het vandaag bij jullie aan? Ja, wat ik zeg, de goals die we weggeven waren iets te makkelijk. Als dat niet gebeurt, dan blijf je toch makkelijker in de wedstrijd. Alhoewel we het alsnog de hele wedstrijd eigenlijk in de wedstrijd zijn gebleven. Maar ik denk dat het vooral begint bij die goals die we te makkelijk weggeven. En uiteindelijk blijf je in de wedstrijd. Dan moet je eigenlijk, kun je niet anders dan de laatste 10 minuten een slotoffensief. Je weet dan dat ze met de slimme jongens voorin op de counter aan het loeren zijn. Hoe lang heb je nog het gevoel gehad dat er gelijk spel erin zat? Ja, ik denk tot de goal. Heel wat corners gehad op het laatst. Heel wat kansen nog. Een bal die 4 keer in een rebound er niet in gaat. Dus tot het einde van de wedstrijd hebben we meegedaan. Ja. En nu de laatste wedstrijden. Hoe gaan jullie daarin? Ja, kop omhoog, doorgaan, werken naar de play-offs en dan zorgen dat we daar iets moois van kunnen maken. Ja. Welk gevoel heerst er nu bij jullie in de groep de laatste wedstrijden? Ja, je hoort veel positieve dingen, ook al zijn de resultaten misschien minder, maar de supporters die lijken zeg maar weer een beetje trots op jullie te zijn. Nog meer trots dan als het misschien al wel waren. Ja, inderdaad. We zijn het hele jaar al keihard aan het werken. En dat blijven we doen en dat doen we de laatste week ook. En wat ik zeg, ja, we voetballen ook steeds weer beter. En met volle inzet gewoon de laatste weken ingaan. Volgende week op jacht naar de eerste thuisoverwinning onder de nieuwe trainer? Ja, dat is wel de bedoeling, ja.